Het gaat over het Huis van Bartels. En het Huis van Bartels is een prachtig buurtinitiatief geworden. Was natuurlijk een oude kwekerij en met een wel een heel mooi historisch, bijna monumentale woning. En is nu geworden tot een prachtig buurtinitiatief met in het groen culturele, educatieve, sociale waarden die we moeten behouden. Ik ben vooral voor de sociaal-maatschappelijke dingen die al jarenlang bezig zijn. Het is nu een overlegfase en wij hebben het altijd de koninklijke weg bewandeld. En wij gaan graag in dialoog met elkaar om dan er samen uit te komen. Is belangrijk voor de gezondheid, maar ook voor het welzijn van mensen, dus jong en oud. Want vroeger zat men veel meer in het groen. Hadden we nog wat met natuur, hè? Ja, en tegenwoordig weten de kinderen nauwelijks meer hoe appelmoes gemaakt wordt. Als instituut, als fenomeen voor mensen en om bewoners met elkaar te verbinden, is het fantastisch. Het kan alleen niet op die plek blijven, want we moeten ook sociale huurwoningen bouwen. Ik ben er van de week eens gaan kijken. Ik was er nooit geweest. Een oase. Ja, prachtig. Ja, maar ja, uiteindelijk... Wil u op uw geweten hebben om dat gewoon uiteindelijk... Het initiatief als zodanig moet blijven. De mensen... ja, maar die natuur gaat er dan toch aan... Ja, maar we willen ook wonen in deze stad. En dat moet echt op deze plek wel gaan gebeuren, vind ik. Dat knijpt erg tegenwoordig, hè? Dat wonen en natuur. Ja, maar soms moet je wel besluiten om in een stad ook gewoon te wonen. Met heel veel groen. En soms moet je daar ook wel eens wat voor weghalen. We spreken over het Huis van Bartels, dat kan ik vertellen, maar dat kan beter de initiatiefnemer vertellen, dat is de heer Molenkamp. Dit ligt vanavond ter tafel omdat Huis van Bartels sinds 2013 in het bezit is van de Alliantie. En sinds 2013 hebben vrijwilligers op heel veel manieren er een bloeiende oase van gemaakt. En omdat zij dat gedaan hebben, kunnen wij zeggen van nou, is mooi geweest. Maar eerst een korte impressie van Rob Lampen en Bert. Kijk. Huis van Bartels is een buurthuiskamer waar veel mensen uit Lindert-Zuid fijn zich thuis voelen en daar ook activiteiten ontplooien, koffie drinken, buiten zitten. We gaan niet dingen laten gebeuren die wettelijk niet kunnen of mogen. Ze willen wel alvast al voor maart kappen, maar wij hebben dat tegengehouden omdat de vergunningen voor het kappen moet onderbouwd zijn. Toevallig in januari was de nieuwe natuurwet ingegaan, die hadden ze niet meegenomen. Ik heb net ook het filmpje uiteraard gezien en gehoord. En wat ik daaruit haal is dat er ontzettend veel activiteiten plaatsvinden in het Huis van Bartels. En dat u zich het meeste zorgen maakt vanwege het feit dat het groen veel eerder wordt gekapt dan dat er bouwactiviteiten zijn. Als je gaat kappen en je zegt dit moet 2 jaar leegstaan, want we hebben dat nodig om in te klinken en we hebben het nodig om het plat te rijden of wat dan ook en daar bergen zand neer te zetten, dan krijg je een heel rare situatie daar, dat je afgaat van iets wat geconstateerd niet goed is, 2 jaar gaat bevorderen. En wie zegt hard, met een harde lijn, we gaan dan en dan de schop in de grond steken en we gaan bouwen. Ik weet niet welke woordvoerder ik het eerst aan het woord mag laten in de 1 minuut ronde. Het agendapunt zoals het is agendit door de SP is extreem lastig om daar te formuleren. Echt extreem lastig. Zeker voor de PvdA, want de woningen die wij, die de Alliantie gaat realiseren, die zijn ook gewoon broodnodig in de stad. Dus dat is echt een spagaat voor de PvdA. Het initiatief wat hier ligt, met hele goede sociale activiteiten die daar worden uitgevoerd. En tegelijkertijd zitten we natuurlijk wel met een probleem dat het een tijdelijk gebied is. En het groen daarin is volgens mij essentieel. Ze hebben het steeds,
Jullie hebben het steeds over de leefomgeving. En als je daar komt, dan zie je ook hoe belangrijk dat is. Dus ja, wat ons betreft, als het enigszins mogelijk is, laat het alsjeblieft behouden. Iets wat we de laatste tijd heel erg lastig vinden met allerlei projecten die tijdelijk zijn, maar dan na aflooptermijn van de termijn toch blijken zo geliefd te zijn dat je er bijna niet aan kan komen om toch je aan de afspraak te houden. In 2011 hebben we op die plek al een bestemmingsplan vastgesteld. Dat is onherroepelijk. Dus wat ons betreft wordt er niet getornd aan bouwafspraken zoals hier destijds gemaakt zijn. Sociale initiatieven die in hun tijdelijkheid in waarde groeien en zowel sociaal als in dit geval ook groen goud opleveren. En het zou ons dus heel veel waard zijn als er gezocht wordt naar een alternatief. En dat we pas echt doorgaan met planvorming en planontwikkeling als dat alternatief er ook is. Dat plaatst ons als college ook wel een beetje voor een dilemma. Van hoe kunnen we dit nou netjes oplossen met elkaar? Want nogmaals, we vinden dat werk wat jullie verrichten van groot belang voor de wijk. Is de financiële component eigenlijk het enige argument wat gebruikt wordt? Wat ik nu hoor is, financieel gezien gaat het ons geld kosten op het moment dat wij die 8 koopwoningen, want daar gaat het over, 8 koopwoningen. Op het moment dat we die niet bouwen, de Alliantie vragen om samen met de gemeente in zee te gaan om voor de stad dit te leveren. Kijk, ik wil de burgerinitiatief heel graag behouden. Dat vind ik het leidende principe. We zien heel veel prachtige initiatieven in de stad die niet in geld uit te drukken zijn. En toch zeggen we tegen die mensen, u mag op ons een beroep doen, maar we vragen wel iets terug van u. Dat gaat om inzet en dat gaat om het bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk. We hebben altijd gezegd, dat vinden we van groot belang, maar dat is niet per definitie gekoppeld aan stenen. Of in dit geval aan hout. Op het moment dat je die weghaalt, die natuurwaarde, dan duurt het 50 jaar of meer voordat je een natuurwaarde ergens anders vergelijkbaar hebt opgebouwd. Ik heb de wethouder nog niet horen zeggen dat het daar niet kan. Ik heb alleen de wethouder horen zeggen dat er vragen bij zijn. En dat daar, precies, hè, dus de vraagstelling van de SP, hè, waarin wordt gevraagd van, waarom kan het niet? Ja, nee, dat heb ik de wethouder niet horen zeggen. Dus als er mogelijkheden zijn, ja, dan wil ik ze graag onderzoeken. Nou, een van de dingen die genoemd is, is van, het ligt bij het initiatief ook voor een deel zelf. Ik ben dan benieuwd wat de andere beperkingen zijn waar we eventueel ook nog eventueel mee omgaan. Ja, meneer Dijkstra wilde direct op reageren, maar... Ja, maar goed, meneer Prins, ook uw fractie heeft ooit ingestemd met het bestemming van Hogewegkwartier. Zeker, dat weet ik. Maar u zegt nu, we moeten het toch weer anders gaan doen. Ik zoek naar ruimte inderdaad. Ja, u zoekt naar ruimte op deze plek, terwijl u op deze plek de bestemming wonen heeft gegeven. Ja. Wat is er mis dan om te gaan zoeken, om met het zoekplaatje van de wethouder mee te gaan en te zeggen, we laten een initiatief bestaan, maar helaas niet op deze plek, omdat we een andere afspraak over gemaakt hebben. Ja, dat zou misschien een volgende fase zijn als die andere mogelijkheid er niet is. Maar we zijn een aantal jaren verder, dus nou ja. Vraag, voorzitter, aan de wethouder is er al een indicatie van wanneer mogelijk de schop in de grond gaat? Is daar iets van bekend? De bedoeling is dat het aan het einde van dit jaar ook daadwerkelijk de bouwactiviteiten daar gaan plaatsvinden. Maar dat hangt natuurlijk van een aantal zaken af. Dus ik zeg u toe dat ik in ieder geval schriftelijk nog even zal aangeven wat er in de planning, ook even afhankelijk van wat de rechter natuurlijk vrijdag gaat uitspreken, precies op welk moment aan zit te komen. Ik vind het zeker in dit kader belangrijk, omdat we dat enorme dilemma hebben liggen van hoe ga je nou enerzijds met het gekoesterde sociale burgerinitiatief om, terwijl je aan de andere kant weet dat je gewoon tegen de klippen opbouwt, omdat mensen hier staan te dringen bij de voordeur om in Amersfoort te kunnen wonen. En wat heb je daar dan dus met elkaar voor over? Ik heb net nog gevraagd of het mogelijk was om het groen zo lang mogelijk te sparen voor de woningbouw. Ik bedoel, als het weer allemaal gekapt moet worden, dan is het meteen kaal en misschien kan het wel wat langer blijven. Ik zal dat graag meenemen in het antwoord wat ik heb toegezegd als het gaat over hoe de planning daaruit komt te zien. Wat het ons zou kosten als wij, 10 huizen kopen. Ja. Nou ja, als we proberen dit initiatief op deze plek te laten blijven. Nou ja, dat vraagt nog wel eventjes inderdaad wat uitzoekwerk. Ik zou dan inderdaad graag van u allen horen of u dat ook echt, of u mij die opdracht mee wil geven. De vraag wat concreter maken, denk ik, voordat de rest het antwoord kan geven. Gaat dat tot aan het kan er blijven zitten of het onderzoek, is het mogelijk om er een plek voor vrij te maken? Want dat zijn twee verschillende dingen. Voorzitter, ik maak hier bezwaar tegen. Omdat dit best wel ver gaat,
wil ik toch de fractie van GroenLinks vragen om hieromtrent een motie in te dienen en precies in de motie te verwoorden wat ze nou willen, want ik ga dit hier niet even aftikken. Een motie kan een optie zijn. Ik denk dat het wel voor de zuiverheid van het hele gesprek en de vergelijking het goed zou zijn om ook de optie behoud uit te rekenen, of door te rekenen. Omdat je dan ook een goed idee krijgt van de waarde waar we het over hebben, die ook als we gaan verplaatsen, hoe je die waarde moet taxeren. We laten het zoals het is, hè, dit initiatief. Zijn er dwangsommen van kracht die de alliantie kan inroepen? Dat wil ik heel graag weten. En zo ja, tot hoe hoog kunnen die oplopen? Maar dat kan wellicht mee in de motie van meneer Prins. Of wellicht. We ook graag uitgerekend willen zien wat de toegevoegde waarde is op het moment dat je het daar laat bestaan. Kort laatste woord van Verheijderijk. Lijkt me ons plaats. In 1983 is een burgerinitiatief geweest van wat nu heel Amersfoort is, rood, geel en blauw. Nu hoop ik dat de kleur groen erbij komt. Als je ziet dat een boom, hoe lang het duurt dat een boom is, die staan er nu. Ze gaan het kappen met de schop erin, zegt u. Wat blijft er dan over? Waar vind je plek wat zo mooi is? Dat is even mijn gedachte. Op deze plaats moet het blijven staan. Want als er een nieuwe plaats komt, nou dan, hoe lang duurt dat voordat dat wat is, hè? Er is heel veel groen in de buurt. Er is een fantastisch waterwingebied. Waarom kijken we niet op om daar een plekje te realiseren? Dat is heel dicht bij de wijk. Sterker nog, dat is in de wijk. Dus volgens mij heb je heel veel mogelijkheden om een nieuwe plek te vinden voor Huizen Bartels. Een van de essentiële dingen is dat groen daar. Dus je bent er zelf geweest, je hebt een mooie film over gemaakt. Dus dat is een soort essentieel iets dat ik graag behouden zou willen zien. Ik roep dat al sinds ik in de raad zit, dat wij zeer onzorgvuldig omgaan met onze natuur. En denken dat wij als Lego steentjes het hier weg kunnen halen en daar zo weer neerplompen. Maar zo werkt een boom niet. Ik heb voldoende hoop dat Huizen Bartels kan voortbestaan op een andere plek. En daarmee ontgaat mij de noodzaak om nu te zeggen, nu al... nog voordat we weten of het op een andere plek kan, we moeten onderzoeken of het op de huidige plek al kan. De alternatief, we hebben nu gezien bij de WAR hoe dat gaat. Daar wordt inmiddels al weer een aantal maanden naar een alternatief gezocht. Gaat hem niet worden. Als we nou iedere keer, want we hebben het vaker meegemaakt, je geeft tijdelijk iets in gebruik omdat je wacht op ontwikkeling. En als je iedere keer zegt, het is zo'n goed idee, weet je wat, laten we de plannen weer omgooien. Ik vind dat je eigenlijk op elk moment even moet kijken van, wat we besloten hebben, is dat wel het juiste? Hè? Want er kan iets gebeuren, hè? Een initiatief bloeit op. Of er is een herijking waar we het net over hebben gehad van de plannen. Nou, dat is misschien een kans om toch te behouden wat heel mooi is. Er wordt voor zoveel nieuw groen gezorgd in deze wijk. Je kleedt de wijk opnieuw aan met nieuwe groeninrichtingen. Ja, dat heeft ook zijn tijd nodig, dat snap ik wel. Maar dat is wel misschien de prijs die je betaalt als je nieuwbouw wil realiseren. We horen bij een van de partijen die in ieder geval opnieuw wil kijken, gegeven de grote sociale en groene waarde die er is, of er niet nog andere oplossingen zijn waar we nog niet eerder aan gedacht hebben. He, want dat bestemmingsplan is één ding, maar hoe je die huizen daar bouwt en welke rol daar groen in kan hebben, daar kun je misschien nog veel meer mee dan je denkt. En daar gaan we samen iets voor bedenken. Eigenlijk gewoon ook weten van, kan het? He, wat moet er gebeuren? Er werd iets gezegd over Huizen Bartels moet zelf ook laten zien dat ze bestaansrecht hebben, duurzaamheid. Dat het niet binnen een paar jaar verdwenen is. Het is niet zo, ik heb ooit een afspraak gemaakt, dat betekent dat ik hem nooit meer mag wijzigen. Want heel veel huwelijken lopen stuk, hè? Helaas wel, de mijne ook. Maar goed, dat zij zo. En die natuur gecombineerd met de oase van rust die het mogelijk maakt om sociaal met elkaar een kopje koffie te drinken of gitaarles te krijgen. Het wordt eigenlijk steeds mooier. Het is nu aan het groeien en in 5 jaar tijd al tot dit geworden. Laat het doorgroeien. Volgens mij ging het redelijk goed. Want er werd wel bewogen en er zit ergens een beetje speling in. Al vind ik wel dat er te weinig gekeken wordt naar, als je het om zou zetten, het maatschappelijk belang in geld, het groen in geld. En het verhaal dat de alliantie een beetje boos is. Toen wij er kwamen hebben wij daar een papier ondertekend dat we nergens geen bezwaar mogen maken. En wij zelf zijn niet bij de stichting aangesloten, dat wouden wij niet. Kijk, wat hun doen moesten ze zelf weten, maar wij trekken onze eigen terug. Ik heb dat expliciet gevraagd of als er iets gebeurde wat niet kon, dat ik dat daar wel bezwaar tegen mocht maken als daar een wet overtreden werd. Degene die dat nu aankaart om te blijven, die hebben dat ook ondertekend.
Dus dat is niet eerlijk tegenover Allianz. Ik vind het vertrouwen beschamen. Ik vind, en dat doet me echt zeer. Niemand gaat boven de wet en iemand anders heeft dus stellig gezegd van ik heb het laten optekenen dat het niet zo kon zijn dat mensen van hun rechten ontnomen werden en dat ook een Allianz zich aan de wet heeft gehouden. En ik ben, net zoals ik zeg, ik ben blij dat ik in die wijk woon. Maar ik ga het ook verder voor de kinderen in de wijk, dat nieuwe project. Dan ga ik ook allemaal leuke dingen doen. Als jij meer macht hebt dan dat kleine piepeltje onderaan in de wijk, die zijn mond niet open durft te doen, en ik doe daar de mond voor open, dan ben ik alleen maar medium. Waarvan akte? Fijn, dank je.